Zoals het water hier stroomt naar het prachtige Largo di Levico, zo zal ook het bloed stromen door de aderen van Graham Brown. En niet van de angst dit keer voor die hoge bergen, maar van opwinding. Want vandaag zou het wel eens een massasprint kunnen worden. Hard werken ook dus voor de kleppers van de ploeg, Tom Stamsnijder, Rick Flens en Jos van Emden. It has to be a bunch sprint. I don't think Greipel hasn't done anything in this tour really. It's his last chance. You know, the guys from Sky in the sprint, they haven't done anything either. So, yeah, there's not many sprinters left in the race. And the ones that are left, yeah, it's their last chance. Ik ben de laatste man sowieso voor Graham. En misschien dat Rick nog voor mij rijdt en Stammy. En ja, dan moeten zij zo hard mogelijk rijden. En dan zou ik de sprint in ideale omstandigheden aan moeten gaan. En ja, op zich zijn er kansen vandaag. Er zijn niet zo heel veel sprinters meer. Ik heb gekeken naar de lijst met sprinters. En Greipel rijdt nog, hè? Greipel. En ja, ik kom uit op Greipel, Henderson en Sabatini. Waren die laatste 3 kilometer van jullie? Ik zag jullie groeperen en toen? Ja, Pieter deed een hele goede beurt. En ik wist wel dat hij dat niet voor ging houden. Maar als ik dan al ga, dan is het om zeep. Dus ja, dan hou je een beetje in en ik dacht dat we redelijk goed zaten. Ik moet zo vragen aan Graham hoe het ging. Maar het is inderdaad, ik denk dat we hem goed in de positie hebben gebracht. Ja, just wasn't fast enough. The team worked really well. The Sky train came past and I was sort of jammed in between Pozzato and Jos. And I tried to move Pozzato, but in the end, I just had to yell to Jos to move, and it was either Jos move or Pozzato, and I could make Jos move, so that was a pretty easy option. And then, Greipel came through with his teammate, and I thought, I'll let him in. It's not a bad wheel, but when he went, it was really strong. He just took off and made everyone look silly.